Ingeeft Marcellus. Dekker aangepakt. Behoorlijk stevig aangepakt door Ramselaar. Dekker heeft echt behoorlijk last van die tackle van Ramselaar. Lozano. Frère is eigenlijk een toeschouwer bij die dribbel van Lozano. Die doet helemaal niks. En dat leidt uiteindelijk tot deze uithaal van Ginkel. Maar het ontzag bij linker vleugelverdediger Frère is in ieder geval duidelijk. Terwijl Bergwijn aan het ruzie is met Namely en andersom. Nu dus puur haantjesgedrag. En een beetje sneu gedoe. Het lijkt nu toch wel echt einde wedstrijd te zijn voor Dekker die het geprobeerd heeft. Namely zakt een linie. Die gaat op het middenveld spelen en onderaan dus. Vanaf de vleugel opvinden. De buurt van Nijland. Namely zit mis met zijn sliding. Bergwijn. Lozano, Sender in de achtervolging. In de korte hoek probeert Lozano het. Maar die raakt het zijn net. Nou, er was eigenlijk weer eens een moment van PSV. Eigenlijk pas het tweede in deze eerste helft. Van Ginkel. Dat is een mooi balletje van Ginkel. Bergwijn, de jongens voor het doel. Daar komt PSV. Daar is Van der Hart, daar is Lozano. En Lozano zou dan de overtreding hebben gemaakt. Met afstand het meest gevaarlijke moment in deze eerste helft. Fraaie paas van Ginkel. Waarmee de aanval start. Mokhtar, mooi weggedraaid. En nu Brenet in een goede rol. En een goede paas ook. Want daar is Lozano van der Hart twijfelt. Die is gezien. Die is nu helemaal gezien. Ik denk dat het einde wedstrijd is voor Van der Hart. Ja hoor, die gaat naar de douche. Tweede rode kaart op rij voor de doelman van Zwolle. Boer is weg, Van der Hart is weg. Het begon bij de twijfel. En twijfel is natuurlijk nooit goed. Maar helemaal niet voor een keeper met niemand meer in de buurt. Hij richting de douche. En derde doelman Mike Houtmeijer gaat dan debuteren. Daar gaat hij weer, onderaan. Dat heeft niet lang geduurd, een minuutje of 10 de invalbeurt van onderaan. Ja, voor hem is het natuurlijk ook sneu. Corner Lozano en daar zit die keeper mis en is het raak in de extra tijd van de eerste helft. Nachtmerrie natuurlijk dit scenario voor de jonge Houtmeijer. Inschattingsfout uit een hoekschop en de Jong met zijn zesde van het seizoen zet PSV op voorsprong. Lozano met de corner, daar komt Brenet en die vergeet eigenlijk te koppen. Voor zover je zoiets kunt vergeten. Hij maakte geen contact. Terwijl hij nog helemaal vrij stond daar. De Jong in positie en op de lat getikt door Houtmeijer. Zat hij daar nog aan, de spits van PSV. Doelman van PEC Zwolle in ieder geval gedwongen tot een late reflex. Dus Bergwijn. Legt het spel naar Arias. De Jong, klaarleggen voor Lozano was het idee. De Jong nu uit de draai. En Sender voorkomt denk ik de 2-0. Die stond precies op de goede plek. PSV lijkt in de beslissing te willen forceren. Met 11 tegen 10, Hendricks. Bal aangeraakt en nog net op tijd. De andere kant op gedoken. De Jong loert achter Sendler. Goeie paas. En dit is de redding van Houtmeijer. Weer een mogelijkheid voor Luc de Jong. En verrassing is het natuurlijk niet. Maar PEC Zwolle slaagt er nog nauwelijks in om de eigen helft te verlaten. Het is wachten dat PSV nu toeslaat voor de tweede keer. En daar is dat gebeurd. Fijne, gevoelige voorzet van Lozano. En de Jong slaat voor de tweede keer toe. Is het buitenspel? Nee, in het centrum wordt dat opgegeven. Lozano mag door. Misschien probeert hij het wel helemaal zelf te doen. Maar het is uiteindelijk een assist voor de Jong. Lozano wandelt weg bij Frère. Lozano, bal! Die Frère is totaal geen partij voor Chucky Lozano. Met bal aan de voet, bijna twee keer zo snel.
Het ijs om de knie bij Van Ginkel. Daar komt Brenet. Voor de goal is De Jong. Daar is De Jong en die maakt zijn hattrick. 3-0 PSV, drie keer Luc De Jong. Nou, ook hier krijgt hij het voordeel van de twijfel, De Jong. Blijft de vlag omlaag en staat PSV met 3-0 voor. Daar komt Brenet weer. De Jong weer in positie. Brenet kan het ook zelf doen. Dat doet hij ook. Mooie goal van Joshua Brenet. Die toch een behoorlijke teleurstelling moest verwerken afgelopen week. Met het in rook zien opgaan van de transfer naar Sevilla. Maar Brenet, die een uiterst matig eerste helft speelde, is prima opdreven in het tweede bedrijf. Een assist achter zijn naam. En nu ook een goal. Arias. Gudmundsson scherp voorlangs. Er komt nog een vijfde. Nee, dat wordt voorkomen door Ehizibue. Dat was bijna de eerste Eredivisie goal van Doniel Malen. Mokhtar. Komt er nog een doelpoging van Pek Zwolle. Menig, ja hoor, die komt er nog. Voor het eerst eigenlijk zoet in actie. In de 92ste minuut. Dit is de man van de wedstrijd, Luc De Jong. Hij maakte een hattrick. Het was uiteindelijk een eenvoudige avond voor PSV. 4-0 tegen Pek